Het is weer tijd om opnieuw 250 euro te beleggen, net zoals we dat iedere maand doen. Uh, ik heb weer een nieuw aandeel uitgekozen voor deze maand, of beter gezegd een nieuwe ETF voor deze maand. En we gaan ook even kijken naar mijn portfolio, want daar heb ik de laatste weken, heb ik daar één positie gesloten. Ik heb een aandeel verkocht en van dat geld ga ik ook weer juist een andere aankoop doen. Dus eigenlijk twee aankopen deze video. Laten we dus ook maar snel gaan beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal praten we over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. Zoals gezegd, voordat we de aankopen gaan doen, wil ik eventjes eerst naar mijn portfolio gaan kijken. Dus laten we in gaan loggen bij de Giro. Want dat is de broker waar ik gebruik van maak voor de aankoop van mijn aandelen. Mocht je een gratis account willen openen, dat kan via de link onder deze video. Op die manier help je het kanaal, dus dat wordt altijd gewaardeerd. Maar nu we zijn ingelogd bij de Giro, zien we dat we nog vijf aandelen hebben en drie ETF's. Eén positie hebben gesloten, daar gaan we zo meteen naar kijken. Kijken we eventjes naar het algemene overzicht, dan zien we eigenlijk wel dat eigenlijk alles, uh, niet alleen vandaag trouwens, in de plus staat, maar bijna ook op lange termijn. Behalve Corsair, die staat 19% in de min. Microsoft doet het nog steeds als beste met 35% in de plus. Dus uh, we zien het hier ook boven 166 euro in totaal in de plus. Best wel een prima. Ja, prima bedrag zou ik zeggen, prima percentage op ten opzichte van ons totaal van iets meer dan 2000 euro. Um, we hebben iets meer vrije ruimte. Ik heb vandaag 250 euro gestort voor de aankoop van deze maand. Maar we hebben dus ook deze maand heb ik een aandeel verkocht. Um, en daar komt natuurlijk ook geld vandaan. Dus laten we even gaan kijken naar de overzichten, de transacties. En dan zien we dat dat murk is geweest. Die heb ik verkocht voor uh, net geen 280 euro. Um, ik heb hem voor iets minder gekocht. Ik weet niet meer precies het bedrag, maar ergens volgens mij rond de 260 euro. Het kwam in ieder geval neer op net geen 9% rendement. En de reden waarom ik het murk verkocht heb, is. Ja, dat zien we eigenlijk heel duidelijk in deze grafiek. Uh, het is eigenlijk dit moment geweest. Hier schoot de koers letterlijk omhoog. Ik weet niet of je het hier nog kan zien. Ja, 9,2% op die dag. Toen heb ik het nog even een paar dagen. Afgewacht om te kijken wat het nieuws zou doen, hoe het aandeel zou reageren. Maar al vrij snel kregen we weer deze rode candles te zien. Um, en had ik al het idee dat ja, de, deze gap, deze ja, uh, opening die er eigenlijk was, dat die wel weer gevuld zou gaan worden. En dat zien we ook langzaamaan gebeuren. Dus uh, een van voor mij de reden in ieder geval om daar te verkopen. Zeker omdat eigenlijk ook het idee meespeelt toen ik dit aandeel had. Um, ik heb het gekocht ook echt als dividend aandeel. Merk is een farmaceut. Ze hebben dus uh, op deze dag weer bekend dat ze een, een medicijn hebben, een pil, uh, tegen de behandeling van corona eigenlijk. Dus uh, daar was het heel positief op. Maar na de hand dacht ik ook, uh, een dividendaandeel is misschien niet per se het beste van deze portfolio. Want met deze portfolio willen we eigenlijk uh, VWRL verslaan. Dus we moeten eigenlijk misschien uh, andere aandelen gebruiken. Om VWRL te verslaan, om daar meer rendement te kunnen maken dan VWRL, oftewel de wereldwijde brede index van Vanguard. En VWRL verslaan is gewoon heel erg lastig, zeker op de lange termijn. Op de korte termijn natuurlijk, als jij net het juiste aandeel kiest, kan dat veel. Uh, harder stijgen dan de hele markt aan zich. Want volgens mij, VWRL heeft zeg maar 3500 bedrijven in deze ene ETF zitten. Dus als je net het goede kiest, kan dat veel harder gaan. Maar uh, het idee is eigenlijk op de lange termijn, zul je zien dat misschien juist een ETF kiezen veel beter is voor de meeste mensen. Niet per se een rendement, want dat zou iets minder kunnen zijn. Maar als je het kijkt hoeveel tijd en hoeveel kosten je daarmee bezig bent, dat is bij een ETF natuurlijk heel erg weinig. Dus dat maakt juist een ETF zo interessant. Maar dan komen we aan bij het aandeel van deze maand. En dat wordt natuurlijk een aandeel wat ik wel van verwacht op de korte termijn. In ieder geval dat het flink in koers kan stijgen. Dat in ieder geval deze sector heel erg interessant is op dit moment. Heel erg populair is op dit moment. Als je de video van afgelopen maandag hebt gezien. Die ging over crypto, dan kun je ook zien wat ik een beetje verwacht van de komende tijd. Dat vertel ik daar ook, ook op basis van wat anderen zeggen, bijvoorbeeld Plan B, wat hij verwacht. En ik heb in eerdere video's heb ik al gesproken over Coinbase, het interessant aandeel bij een koers van 225 dollar heb ik toen nog gezegd. Helaas heb ik net dat punt dan weer gemist. Dat was namelijk een paar weken geleden. Inmiddels is eigenlijk in twee weken tijd de koers alweer met 35% gestegen. Dus zoals gezegd, die boot heb ik gemist, helaas. En het is misschien ook maar goed om niet in één specifiek aandeel te gaan zitten, maar juist iets meer spreiding te doen over de hele sector. Dus te kiezen voor een, voor een ETF. Nou, die kwam ik toevallig tegen. Toen ik in het kijken was naar Van Eck, zoals gezegd op de beleggerssfeer ben ik bij Van Eck geweest. Ik heb wat folders gekregen en een van de dingen die me daarin opvielen, dat is eigenlijk ook de ETF die ik vandaag wil gaan uh, kopen zelfs. En die ETF heeft de naam van Eck Vectors Digital Assets, oftewel tickersymbool DAPP. We zien hier de website en ik wil trouwens zeggen dat ik niet gesponsord ben of zo door van Eck. Dit is puur een ETF die juist ja, heel goed paste bij iets waar ik naar op zoek was. Um, het is zoals de naam al zegt, Digital Assets. Dus uh, zoals we hier ook in de titel kunnen zien, van ec uh, belegt wereldwijd in bedrijven die leidend zijn, deze ETF tenminste, in de blockchain-revolutie. Dus uh, deze ETF wordt dan ieder kwartaal opnieuw herzien, kijken welke bedrijven ermee bezig zijn. Um, en wat zij noemen pure play bedrijven, oftewel meer dan 50% van de omzet moet uit deze... Dit soort type producten uit deze sector komen. Het, uh, het interessante, eigenlijk ook nog eens aan deze ETF, is dat het eigenlijk ook nog eens binnen crypto of blockchain verschillende soorten bedrijven zijn. Je hebt bijvoorbeeld crypto beurzen, crypto miners, betaalbedrijven, crypto investeerders. Dus je ziet eigenlijk dat er binnen deze ETF ook nog eens um, heel veel spreiding is. Dus zoals gezegd. Ik weet niet of nou juist de komende tijd goed zou zijn voor Coinbase als de koers gaat stijgen. Of dat juist miners ook gaan profiteren. En harder dan de beurzen zelf. Dus um, het is ja, misschien daarom juist wel interessant om ook iets meer spreiding toe te passen. En daarom wilde ik dus ook naar een ETF gaan kijken. Laten we even een paar korte dingen kijken van deze ETF. Zoals gezegd, ticker DAPP. Die moeten we even onthouden voor straks. Hij wordt op verschillende beurzen verhandeld. Um, we gaan even kijken... Het is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden geïntroduceerd. Uh, eind april van dit jaar zitten 25 bedrijven in, uh, wordt in dollars betaald en het belegde vermogen valt op zich ook nog wel mee met 23 miljoen, dus niet een hele grote ETF. De structuur is fysiek, oftewel ze hebben ook echt de aandelen van de onderliggende fonds hebben ze zelf in uh, bezit. De eventuele opbrengsten worden herbelegd, dus als het dividend wordt uitgekeerd, nou dat kun je zoals je hier ook ziet, die zal er niet zijn, want dit zijn groeibedrijven die Keren geen dividend uit. Uh, altijd belangrijk zijn de jaarlijkse lopende kosten, oftewel de TER, de TER. Die zijn redelijk aan de hoge kant voor een ETF, maar dit is natuurlijk wel een iets actievere uh, ja, ETF, zeg maar, dus um, 0,65 procent. Op zich niet zo heel erg. Natuurlijk, als je iets voor de lange termijn hebt, dan ga je hier zeker op letten, maar mijn insteek is om deze ETF misschien één maand, twee maanden, misschien drie maanden. Hangt een beetje af hoe de ETF's, of um, hoe moet ik zeggen, hoe de crypto reageert. Dus uh, ik ben het niet van plan om het per se lang te houden. Ik ben, ja, iets meer risico wil ik nemen met deze uh, ETF. Maar ik denk omdat juist de komende maanden heel interessant zijn voor alles rondom crypto, dat er best wel weer hype komt, misschien zelfs wel FOMO. In ieder geval daar wil ik van profiteren als dat het geval is. Kijken naar het rendement zal niet zo heel veel staan, omdat het eigenlijk nog niet zo heel lang bezig is. Zien we ook wel. Ja, de laatste maanden hebben we vooral een daling gezien. Het is juist eigenlijk de laatste twee weken dat uh, crypto bitcoin bijvoorbeeld weer heel veel groei laat zien. Dus laten we hopen dat die groei doorzet en dat er dan positieve getallen hier komen staan. Kijken we even naar de portefeuilleanalyse. Dan zien we zeg maar uh, wat kerngetallen of wat marktkapitalisatie. Wat voor soort bedrijven zitten erin. Hoe groot zijn die bedrijven? Um, vooral welk land? Nou, Amerika is oververtegenwoordigd, gevolgd door Canada en daarna pas China. China is natuurlijk ook wel logisch. Uh, die willen werken uh, Bitcoin bijvoorbeeld heel erg tegen, dus heel veel van dit soort bedrijven zijn inmiddels ook verhuisd, vaak zelfs naar de Verenigde Staten, waar ze niet alleen uh, ja, op een schonere manier eigenlijk uh, energie gaan gebruiken, maar daardoor juist ook nog misschien wel meer gaan verdienen omdat het minder kost die groene energie. De sectorweging. Laat ik niet zo heel veel op, omdat je toch al weet in welke sector het zit. Um, ja, soms zeggen ze financiële dienstverlening. Als het dan net te maken heeft met transacties bijvoorbeeld. Waar het natuurlijk vooral om gaat, zijn de posities. Dus laten we deze even kort doorheen gaan kijken. Dan denk ik wel dat we een paar namen uh, meteen op zullen vallen. Uh, de grootste positie is Marathon Digital. Dat is vaak niet een naam die iedereen kent, maar de volgende namen vaak wel. Coinbase, waar ik zojuist al over sprak. Square als betaaldienst eigenlijk waarbij crypto ook geïntegreerd wordt. MicroStrategy, natuurlijk de CEO die ja, uh, laat zien hoe erg hij gelooft. Hoe hij het kapitaal van dit bedrijf eigenlijk niet op de bank zette, maar daar juist Bitcoin van kocht. Natuurlijk ook echt een aanjager van de crypto-koersen, zeker begin van het jaar samen met Elon Musk. Elon Musk heeft ook aan hem gevraagd. Ik ben heel even zijn naam kwijt, maar in ieder geval, van hoe doe je dat eigenlijk als bedrijf zijnde, zoveel geld in crypto steken? En iets later had dus Tesla ook in één keer voor een paar miljard bitcoin. We zien bijvoorbeeld Riot, blockchain, HUD-8 mining. We zien redelijk wat uh, minebedrijven, dus dat zagen we van tevoren ook al. Het is over het algemeen, vind ik het, een, lijkt het mij in ieder geval, een interessante sector voor de komende tijd. En ik weet niet wie het meest gaat profiteren, welk type bedrijf, welk specifiek bedrijf. ...maar met een ETF kan ik daar natuurlijk wel van profiteren als het gebeurt. Maar tot zover dus een korte ja, overzicht eigenlijk van deze ETF... ...een paar belangrijke punten van wat kost het... ...welk tickersymbool heeft die, uh, waar is het gevestigd... ...wat zijn de bedragen, welke bedrijven zitten erin... ...wil je nou zelf ook gaan kijken naar een ETF... ...bijvoorbeeld deze, ga dan altijd nog meer zelfonderzoek gaan doen... ...zeker de topposities, kijk ook welke bedrijven erin zitten... ...hoe ze het geld verdienen... Uh, ...maar dit is natuurlijk niet de enige aankoop die ik wil gaan doen... ...ik ga niet het volledige 600 euro die ik had in deze sector of in deze ETF investeren. Natuurlijk omdat deze ETF, deze sector, crypto in het algemeen, uh, best wel wat risico heeft. En de 600 euro op mijn twee, 2200 euro geloof ik dat erin zat, is best wel een groot gedeelte. Dus ik wil het liever even opsplitsen. Zoals gezegd, we gaan nog een tweede aankoop doen. Dat is een aandeel dat ik al in de portefeuille heb zitten, die ik uit wil gaan breiden. Ik heb eerst zitten denken aan Corsair. We hebben daar een daling van 20% bijna gezien. Ik geloof wel in het bedrijf, maar het is ook weer ja, kort beursgenoteerd. Niet zo heel veel data, of tenminste niet voldoende data over te vinden om daar eigenlijk mijn positie per se op uit te breiden. Maar ik had zitten kijken naar Intel, want Intel is wel een aandeel wat misschien een beetje in de plus staat, maar waar ik nog zeker in de toekomst meer van uh, verwacht eigenlijk. De koers op dit moment lijkt me dat die in de toekomst nog toe zal gaan nemen, wanneer eigenlijk ja nu is het niet zo populair laten we het zo zeggen AMD, Nvidia, Apple met hun chips zijn allemaal veel meer in het nieuws en juist Intel is zo'n chipbouwer of chipmaker eigenlijk die nu niet zo geliefd is bij beleggers dus misschien juist wel het moment om daar dan van te profiteren en om dat even te onderbouwen waarom ik dat denk uh, hier even een overzicht van de waardering die ik heb gemaakt nou het aandeel is nu ongeveer 55 54 dollar uh, gaan we gaan kijken naar eigenlijk drie scenario's die we uit gaan rekenen. Hier zien we de groei het laatste jaar, de laatste vijf jaar per jaar of de laatste tien jaar. Nou, ik heb bijvoorbeeld gezegd op basis van deze cijfers dat ik verwacht dat ze 3, 4 en 5 procent per jaar groeien. Dat de netto-winstmarge 22, 23 en 24 procent is. Dat de free cashflow-marge 20, 21 en 22 is. Je ziet dat ze eigen aandelen opkopen. Dus laten we zeggen in het minste geval. 3% opkopen, in het hoogste geval, in het beste geval, kopen ze 5% van de aandelen per jaar op. Een PE-ratio van op dit moment 12, uh, dus ik ben uitgaan van 12, 14 en 16. En hetzelfde geldt voor de price-to-free cashflow, ook 12, 14 en 16. Dan heb ik nog aangegeven welk rendement ik eigenlijk per jaar zou willen. Dat is 15% per jaar, 12% per jaar, 9%. En ik denk dat in alle gevallen op de lange termijn het bedrijf door zal groeien met 3%. Net iets meer dan de inflatie. Kijken we dan naar een zevenjarige analyse. Klikken we op analyseer. Dan zien we eigenlijk dat het model in dit geval berekent: dat het in vier van de zes gevallen um, hoger is dan de huidige koers. Alleen in het minste geval, dat betekent een P.E. ratio van die cel is als nu 12 met een groei van 3%, dan is het aandeel op dit moment overgewaardeerd. Maar in een andere denk ik eerder dat het zeg maar tussen de 55 en 75 dollar waard is. Dus ongeveer zo'n ja, 15 tot 25% upside misschien wel. Dus nu we weten welke twee aandelen ik deze maand wil gaan kopen en vooral ook weten waarom ik ze wil kopen, altijd belangrijk. Gaan we weer terug over naar de Giro, want dat is zoals gezegd de broker die ik gebruik voor de aankoop van mijn aandelen. En laten we dan beginnen met de positie van Intel uit te breiden. Dat is makkelijk, dat aandeel hebben we namelijk al. Dus we klikken hier op koop. Het scherm komt tevoren en ik zeg dat ik tegen de huidige koers ongeveer 250 euro wil investeren. Dat betekent dat we vijf aandelen kunnen kopen. Dus laten we zeggen plaatsorder bevestig. En ik denk dat het niet heel lang duurt of hij is uitgebreid. Inmiddels hebben we dus elf aandelen. En ik wil niet waardering geven. Elf aandelen. Um, dan staan we nog net zo'n 2% in de plus. Nou, de andere aankoop voor deze maand was dus de ETF die we hebben bekeken met tickersymbool DAPP. we even en dan zien we nog één resultaat komen, de VanEck Vector Digital Assets. Um, we zien dat die trouwens even de laatste tijd flink daalt, dus dat is positief voor de aankoop voor ons in ieder geval. We zeggen hier koop, um, de limiet gaan we gewoon uit van de laatste koers. En we hebben ongeveer 305 euro. Daar kunnen we 19 posities, 19 aandelen mee kopen. We zeggen plaatsorder. We zien hier wel dat we te maken hebben met wat meer kosten. Omdat het op de, uh, ja, de beurs in Milaan zit. Die hebben standaard al 4 euro aan kosten. En dan komt er nog een klein percentage bij. Het is helaas geen ETF die in de kernselectie van de hero zit. Die we gratis kunnen kopen. Dus uh, wel iets om rekening mee te houden. Nu met 4 euro op een bedrag van 300. Um, is wel anderhalf procent, dus hou daar zeker rekening mee. Uh, probeer als je het doet, ja, die percentages zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk tegelijk te kopen. Want het zou zonde zijn als je telkens kleine aantal aandelen koopt met deze hoge kosten. Maar dat gezegd hebbende, laten we in ieder geval deze aankoop bevestigen. De order is geplaatst en dan misschien even afwachten tot die ook uh, daadwerkelijk gevuld is. En ik heb nog even afgewacht, maar de orders zijn nog steeds als openstaand. Ik heb hem even opnieuw ingedaan, maar ik denk dat het te maken heeft misschien dat de beurs vertraagd is. Of dat misschien net de beurs gesloten is. Omdat ik het net één minuut uh, of rond vijf uur kocht. Misschien net iets na vijf uur. Dus misschien wordt de order uh, nog vervuld vandaag of anders misschien morgen. Anders doe ik het morgen eventjes opnieuw. Dit is in ieder geval het aandeel of deze ETF die ik uh, toe wil gaan voegen. En nog even teruggaan naar de portefeuille. Als we kijken naar het overzicht, dan zien we dat deze op dit moment. 2670 uh, uh, euro bijna waard is en dat is ook ongeveer de koers of het bedrag dat we zouden hebben gehad als we een VWRL hadden geïnvesteerd. Het scheelt niet heel veel. Toen ik de video voorbereide, was dit 43. Dus inmiddels is het iets gestegen. Um, en dat met die 43, 2643 euro was het verschil 18 euro en stond VWRL 0,7 procent voor. Dus nu is dat verschil nog kleiner, bijna gelijk. Dus ja, ook dat toont misschien wel weer aan van hoe interessant een uh, wereldwijd gespreide ETF is. Dat we eigenlijk al maandenlang onderzoek doen naar deze aandelen, aankopen moeten doen, kosten maken, terwijl we eigenlijk hetzelfde resultaat hadden gehad tot nu toe. Maar ik denk dat dat vooral een belangrijk woord is dus tot nu toe. Laten we hopen dat we in ieder geval de VWRL kunnen verslaan op de lange termijn. Of misschien ook wel op de korte termijn. Vandaar dus deze aankoop in crypto bijvoorbeeld uh, vandaag. Maar ja, dat is al iets wat we de komende maand gaan bekijken. Als we opnieuw 250 euro gaan investeren. Kiezen we een nieuw aandeel. Misschien een bestaande positie die we uitbreiden. Maar we gaan ook zeker kijken hoe het portfolio ervoor staat. Maar tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video. Onder de video kun je natuurlijk ook altijd feedback, tips of dat soort dingen achterlaten in de reacties. Dat wordt altijd gewaardeerd. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.